Mevrouw Idrissi. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, u zei deze ochtend op de radio dat u geschrokken bent van de reactie van de Brusselaars, van de medewerkers van de Brusselse media, die met verstomming geslagen zijn. En er is eigenlijk heel wat consternatie in Brussel. En als u daar juist zei van, bereiken we wel de juiste mensen, of bereikt FN Brussel wel de juiste mensen? Wel, ik denk dat het antwoord van al die reacties die dat we op de sociale media en andere te horen hebben gekregen, dat dat eigenlijk wel een positief antwoord is. Dat FN Brussel het hart van de Brusselaars raakt. En die consternatie is ontstaan onder meer door de krakkemikkige communicatie die er gisteren was, maar ook door beslissingen die gebaseerd zijn op cijfers, op Excel-sheets, en waar dan men de maatschappelijke component eigenlijk onderschat. Onderschat omdat het verbindende kan je niet meten. Het gemeenschapsvormende kan je niet meten. En daarom, meneer de minister, deze vraag. Wat zijn de volgende stappen die u gaat doen? Gaat u aan de Raad van Bestuur vragen om deze beslissing bij te sturen?